Het allerliefste was ik vandaag zelf bij u geweest. Maar nu dit in deze uitzonderlijke tijden niet kan, vind ik het fijn om zo toch iets tegen u te zeggen. De meesten van ons hebben, net als ik, de oorlog niet meegemaakt. Het gaat dan pas leven als het dichtbij komt, als de verhalen je persoonlijk raken. De april staan bol met die verhalen en die bleven heel lang onderbelicht. Ontrecht als je het mij vraagt. Want nergens is tijdens de Tweede Wereldoorlog op zo'n grote schaal gestaakt als in Nederland van 29 april tot 3 mei 1943. Deze gebeurtenis had een enorme impact op vele Nederlanders. En misschien wel in het bijzonder voor de mensen in Hengelo. Dat was namelijk de plek waar het allemaal begon. Toen alle Nederlandse militairen het bevel kregen om te gaan werken in de Duitse oorlogsindustrie... Bij Machinefabriek Stork zijn men als eerste, maar dat gaat zomaar niet, wij verzetten ons tegen die vreselijke gevangenschap. Wij komen op voor elkaar. En zo werd tussen twee en half drie smiddags het werk neergelegd. Ruim 200.000 solidaire arbeiders, boeren en mijnwerkers door heel het land volgden dit voorbeeld in de uren en dagen daarna. Met alle gruwelijke gevolgen van dien. Want de bezetters sloegen hard toe. Er vielen honderden doden en gewonden. Velen moesten noodgedwongen onderduiken. En vele anderen zijn tot op de dag van vandaag nog steeds vermist. En ondanks deze ongelooflijke, pijnlijke afloop was het moreel van de Nederlanders hoog. Na drie jaar oorlog werd het geloof in eigen kracht langzaam herwonnen. Dat effect werd bereikt dankzij de oproep van enkele individuen. Moedige mannen als Tjitte Roorda, Frits Loep en Jan Berend Vlam. En dat staat ook zo mooi verwoord op de monumenten van de april-mei-stakingen. op het vensterglas in de burgerzaal van het stadhuis in Hengelo daar waar we eigenlijk nu met elkaar zouden herdenken en op het pas vorig jaar onthulde monument op het vernieuwde industrieplein. Ik wil u zeker aanraden om daar eens te gaan kijken. Maar op dit moment staan wij in gedachten stil bij al die dappere mannen en vrouwen die met gevaar voor eigen leven een signaal durfden af te geven aan hun bezetters. En bij hen die daarbij het leven lieten. Eén moest beginnen om uiteindelijk met elkaar de vrijheid terug te winnen. Het laat ons beseffen dat er altijd mensen nodig zijn die opkomen voor anderen. Tijdens de oorlog maar ook nu samen moeten wij onze vrijheid blijven bewaken. En ik vind het daarom ook zo belangrijk om de herinnering aan deze verzetshelden levend te houden en van generatie op generatie over te geven. Zij hebben zich ingezet voor een betere toekomst en daarmee dus voor ons. Dat mogen we echt nooit vergeten.